Goed, stevig in, opgave 6 A2. We hebben hier een kracht omlaag van 16 newton. Hier een kracht omhoog van 13,3 newton. De vraag is, hoe groot is de kracht die hier omlaag is of omhoog in D? En daarvoor moeten we even bedenken, wat zou er gebeuren als je hier niet vast zou zitten? Nou, dan zou dit ding eigenlijk zo gaan klappen. Deze kant op. Want deze trekt hier omhoog en die trekt hier omlaag. Dus hij zou eigenlijk zo gaan bewegen. Die kant op. Hier omhoog, hier omlaag. Dus bij D wordt er een kracht omlaag ervaren. Maar hij zit vast. Hij gaat niet omlaag. En dat betekent dus dat D een kracht omhoog levert. Dus in deze situatie bij A en het zwaartepunt gaat, is er in D een kracht omhoog. Bij A is D omhoog. En hoe groot is die kracht dan? Nou, dan gaan we rekenen. De kracht omhoog moet even groot zijn als de kracht omlaag. Alles staat stil, hij zit hier vast. F netto is dus 0 newton. En dat is dus, zijn dus de kracht omhoog. D is omhoog, FA is omhoog, 13,3 newton, min de kracht omlaag, en dat is dus de zwaartekracht. Nou, reken maar uit. Die zwaartekracht was 16 newton. 13,3 min 16 is. Voor FD blijft er dus over 2,7 newton. In het andere geval, bij B, is er hier een kracht van 20 newton. A werkt dan dus niet. En hoe gaat het dan bewegen? Precies de andere kant uit. En beweegt die kant op, die beweegt die kant op. Dus D moet nu een kracht omlaag geven. D is dan omlaag. Bij A is D omlaag. De netto-kracht van het hele verhaal is weer 0 newton. We kijken naar FD is omlaag. FD en F-zwaartekracht moet omlaag. Die moet even groot zijn als die andere 20 newton. Nou, FD moet dus hier 4 newton zijn.